kijkje in seksboten Utrecht. Potentiële kopers van de seksboten aan het Zandpad in Utrecht konden vandaag een kijkje nemen. De prostituees moesten er 4 jaar geleden vertrekken omdat er sprake zou zijn van mensenhandel. En sindsdien lagen de boten er verlaten bij. Maar nu worden ze geveild. Entree. Mannen, hoe voelt het om weer terug te zijn hier? Hey. Nou, het is echt mijn eerste keer. Hey. Ja, nou, dat weet ik niet van hem jou, niet. Ja, dat weet ik niet van jou. Er zijn serieus geïnteresseerden, maar ook mensen die stiekem even willen kijken hoe die prostituees zich al die jaren hun werk deden. In 2013 zijn de deuren hier dichtgegaan en is die achtergelaten zoals die op dat moment bijna was. Dus de televisie zit er nog in. Samen met de ventilatoren en het nachtkastje inclusief lampje. Wat willen jullie ermee gaan doen? Jullie zijn geïnteresseerd om te kopen? Een woning van maken dus. Ja. Alles eruit bewerken. Vrouwen eruit. En dan gaan die we zijn erop. Er al uit, Ab. Die zijn er al uit. Die kregen we er niet bij. Oh, die kregen we er niet bij. Okay. Het is exclusief vrouwen. Dat is wel jammer, of niet? Nee, ik ben er wel blij om. Ik ben er wel heel blij om. Met de peeskamers vertreedt ook een stukje Utrechtse historie. En daar is niet iedereen even blij mee. Ik deed als klein kind hier al boodschappen voor de meiden. Oh ja? Ja. Toen hadden ze nog waterpompen hier, ging ik emmertjes water halen voor ze. Niet waar, wat? Ja. U was kind in huis hier eigenlijk? Ja, ik woonde om de hoek, hè. Uit school vandaan voor die meiden boodschappen doen, want dan kreeg je weer een stuiver of een dubbeltje. Ja, maar als kind ging je dus even boodschappen doen en kwam je dan later als wat ouder kind ook langs om die dames even te ontmoeten of dat niet? Nee, dat niet. Nee, dat hadden we niet. We hadden zelf vriendinnen zat in de buurt, daar hadden die meiden niet nodig. U wilt de stuivers liever zelf in de zak? Dat, zonde van het geld. Ja, als u geld over heeft voor een van de boten, dan kan het via de site van bvaauctions.com. En daar kan er geboden worden. En de prijzen beginnen bij €500.